Het boek heet Dichter in de Jungle. Ik las een voorbespreking in het Parool en dat boeide me zodanig dat ik dacht, dit boek ga ik bestellen. Ik heb het besteld en ik heb het boek mee naar huis genomen als een soort trofee. En het gaat over een soldaat eigenlijk, die in de 1772, zeg maar, hier in Nederland als 28-jarige van het ene garnizoen naar het andere werd gebracht. En daar was hij soldaat en moest hij zorgen voor de rust en de orde. En dat deed hij alleen maar voor geld. En hij heeft heel veel gedronken in zijn leven. Vooral aan het einde van de dag, nadat hij zijn werkzaamheden had verricht. En dan betekende dat vaak ook wel dat ze in gesprek kwamen met elkaar. Dat mondde dan vaak uit in allerlei ruzies. En hij was niet voor niks soldaat. Dus hij timmerde en sloeg er lustig op los. Dat verrichtte hij, zeg maar, in Utrecht, in Breda, in Bergen-op-Zoom. En vooral in het zuiden van het land. Totdat hij op een keer zei, ik heb er nu wel genoeg van. Ik denk nu dat ik me ga opgeven voor een paar jaar in de jungle te gaan werken. En hiermede heb ik een heel klein tipje van de sluier gelicht van een verhaal wat mij in 3 avonden gedurende 400 bladzijden heeft geboeid.